u de handsfree Renault-kaart in uw zak hebt, detecteert uw auto op minder dan een meter afstand dat u nadert. Als u in het detectiebereik bent, ontgrendelt de auto automatisch en start er een welkomprocedure. De verlichting voor en achter gaat aan en de portierhandgrepen klappen uit. Ten slotte projecteren de buitenspiegels het Renault-logo op de grond om uw looplijn naar de auto aan te geven. Terwijl de persoon met de hands-free kaart wegloopt, vergrendelt de auto automatisch en activeert de vaarwelprocedure. U kunt uw auto ook ontgrendelen door op de kaart op deze knop te drukken, deze knop ontgrendelt ook het oplaadsnoer. Om de auto met uw kaart te vergrendelen, drukt u op deze knop. De portieren en de bagageruimte moeten dan echter wel gesloten zijn. Onthoud dat wanneer u een element dat open kan niet goed gesloten is of open is, er geen vergrendeling plaatsvindt. Niet als u wegloopt en ook niet als u op de knop op uw kaart drukt. Er klinkt een geluidssignaal om u op deze situatie te wijzen. U kunt ook uw kaart gebruiken om alleen de achterklep van de bagageruimte te ontgrendelen door op deze knop te drukken. Als uw auto is uitgerust met een elektrisch bediende achterklep, houdt u deze knop ingedrukt om de achterklep te openen. Druk hier om de buitenverlichting in te schakelen. De dimlichten gaan dan ongeveer 20 seconden branden. U kunt uw voertuig 's avonds, bijvoorbeeld, ook in een onverlicht gebied of op een parkeerplaats terugvinden. Druk nogmaals op dezelfde knop om de lichten uit te schakelen. Onthoud tot slot dat als u de vergrendelknop op de kaart ingedrukt houdt, alle elektrische ruiten met one-touch bediening automatisch sluiten tijdens het vergrendelen van het voertuig. Eenmaal uitgeklapt, zullen de handgrepen na ongeveer 3 minuten automatisch weer inklappen zonder enige werking van de elementen die open kunnen. Maar u kunt hem altijd handmatig uittrekken. Open de slotafdekking en trek aan het uiteinde van de handgreep met uw vinger. Als uw voertuig 3 dagen niet is gebruikt, wordt ontgrendelen bij nadering uitgeschakeld. Gebruik dan de knop op de kaart om uw auto te ontgrendelen. U kunt ontgrendelen bij nadering weer inschakelen en de opties voor welkom en toegang van uw auto instellen via uw Open R-Link multimedia scherm. Ga naar het gedeelte voertuig en selecteer voertuig en vervolgens exterieur. U kunt nu de opties voor welkom en toegang aan of uitzetten. Zodra u in de auto bent, met de handsfree kaart bij u in het interieur, drukt u op het rempedaal en drukt u op deze knop om te starten. Als de kaart in de buurt is van een apparaat dat dezelfde frequentie gebruikt, zoals een telefoon, kan het bericht "Plaats kaart in het gebied plus start" op het instrumentenpaneel verschijnen. Plaats nu uw handsfree kaart in dit gebied, trap het rempedaal in en druk op de startknop. Als iemand het voertuig verlaat en de handsfree kaart bij zich draagt, verschijnt het bericht "Geen kaart gevonden" op het instrumentenpaneel. Als dit gebeurt, moet u de startknop lang indrukken om de motor uit te zetten. Tot slot is het belangrijk om te weten dat u, indien nodig, de sleutel kunt gebruiken die is geïntegreerd in de Renault-kaart. Schuif hiervoor dit klepje zo open. Open het slotklepje om bij het slot te komen. U kunt het portier nu openen.